Op het dak van Martini Plaza worden ruim 1800 zonnepanelen geplaatst. Vandaag was de aftrap. Wethouder Matthias Gijsbertsen en Martini Plaza-directeur Willem de Kok plaatsten samen het eerste zonnepaneel. Samen moeten de panelen zo'n 415.000 kilowatt kunnen opwekken. Hiermee kan Martini Plaza zichzelf grotendeels van eigen stroom voorzien. Algemeen directeur Willem de Kok is erg blij met de nieuwe zonnepanelen. Daar zijn we uitermate trots op. Zeker als je bedenkt dat in deze omvang dat nog niet eerder vertoond is in deze stad. We zijn zeker trots op het feit dat we dat nu gerealiseerd hebben. Om het zonnedak te kunnen realiseren, verstrekt de gemeente een lening aan Martini Plaza. Het gemeentebestuur verstrekt de lening omdat ze het belang van een zonnepark op Martini Plaza inziet. We willen graag energie-neutraal worden als stad Groningen in 2035. Daarvoor moet nog heel veel werk verzet worden. En dit is een van de eerste projecten waarin wij als gemeente ook een lening verstrekken, zodat andere organisaties hun eigen bedrijf kunnen verduurzamen. Naast het plaatsen van de zonnepanelen doet Martini Plaza nog meer om energie te besparen. Dat doen we via een nieuwe verwarmingsinstallatie die net geïnstalleerd is, die is net in gebruik genomen. Er komt nieuwe verlichting, er komt LED-verlichting in alle hallen. We verbruiken natuurlijk nogal wat energie als het om dat soort zaken gaat. Dus er komt rond de zomer wordt alles vernieuwd, wordt alle verlichting in de hallen wordt vernieuwd. Isolatie zijn we bezig, op heel veel fronten zijn we bezig om zo energiezuinig en energie-neutraal te worden. Op 15 mei moeten alle panelen geplaatst zijn. Martini Plaza moet dan binnen 5 jaar de lening terugbetalen. Doordat Martini Plaza door de energiebesparing geld bespaart, zou dat geen probleem moeten zijn.